He had cut off his left arm. Je hebt ook hele lieve meiden hier waarmee je bent verliefd. But he is alright. Wij gaan even naar het slotje toe. Om een drankje doen. Een hapje eten. Ik vind dat we ook eventjes moeten socializen met de locals. Zeker doen. Zeker doen. Zeker doen. Want ik denk wel dat ze heel aardig zijn. Vast wel. Ja. Weet je misschien waar de bakker is? Ah, gracias. Hoe laat zouden we gaan? Wij zouden om 3 uur vertrekken. Hoe laat is het nu? Het is nu kwart over 6. Dus wat dat betreft zijn we redelijk op tijd. Sup murderers, Murder House TV, episode. Gross. Jax is on a mission. Where can he find some ice? Maar ja, dit moest per se een ijsje. Het moest per se knappe ijs zijn. Ik had gewoon heel erg zin in een ijsje. Hoe zal je het vinden? Dat is de vraag. Spannend. Knappe ijs. Yeah. Hoe als knappe ijs als? Ja. Gaan we het officieel doen? Het is even een momentje, jongens. Ga staan, ga staan. We hebben het gevonden. Jonas, Knetter, IJssels. Moet je horen. Nou, dat viel uiteindelijk dus best wel tegen. Want ja, je hebt zeg maar, ja. Zo heb je het ijsje. Alleen het topje is los knetterros. En de rest, ja, is gewoon een ijsje. Marketing die pakt mij vaak. Ja, wat was er gisteren? Oh ja. Van de week, ik naar de supermarkt. Ander soort shampoo. Voor vet haar. Ik denk ja, dat heb ik al, dus dat hoeft niet. En toen kwamen de dames die we mee hadden genomen, die onze huisgenoten, die wilden een berg op. Super leuk. Niet voor ons eigenlijk. Max, vind je nog leuk? Enig. We zijn een beetje het niveau van voor die Fouché effect. Moi. Moi. Ik heb geen idee, waarom gaan we die berg op? Sculptuur. Sculptuur. Sculptuur, happen. Blijf even hangen. Stage diver en heel veel drinken doe ik tegenwoordig niet meer zelf, omdat ik er niet meer aan kan. Hey, tegenwoordig mijn stunt. Ik heb mijn stunt doen voor. Ik vind het echt netjes. Ik ga er niks anders over zeggen, maar ik vind het netjes dat het hem gelukt is. Dan kom je dus bovenop zo'n berg. Mooi uitzicht, je gaat filosoferen, man onder elkaar. En ja, dan ga je toch over het leven nadenken. One day, I'm gonna understand. Op deze wereld heb je 3 soorten mensen. Je hebt mensen die wel kunnen tellen en die niet kunnen tellen. Lingerie en action man. Ja. Is eigenlijk hetzelfde. Lingerie en action man, kom op. Is hetzelfde. Ja. Ik geef je 2 tips voor het leven. Tip 1 is vertel niet alles. De action man van Nigel. Die man, ik weet niet wat hij heet, maar hij blijft maar lullen over action man in een doos. Ik weet het niet. Als vrouwen naakt zijn, dan heb je het al, snap je? Maar als ze iets aan hebben, vind ik het mooier. Want dan moet je het nog uitpakken. Want als je een action man hebt, van oh ja, ik heb een action man. Maar als je een action man krijgt, met de verpakking erop. Is het leuker? Als je ermee gaat spelen, hou je de action man toch ook in de doos, of niet? Daarna gingen we terug, even omkleden. Toen gingen we een hapje eten. En toen wilde hij een hamburger. We zagen een bord, de lekkerste hamburgers van Bolognese. Nou, dat denk je, moet goed zijn. Wat bleek nou? Het waren de langzaamste hamburgers van Bolognese. Zo, dat duurt lang. Zullen we daar ook slakken? Dat heet geen escargot, maar escar, wacht nog even. We hebben hier een broodje. Het schijnt de lekkerste, maar ook de langzaamste burger te zijn van heel Bolognese. Ja? Ja? Wel hè? Hoe was die dan? Goed, 7,5. Hey, leuk dat je hebt gekeken naar Murder House TV episode DOS. Overmorgen episode 3, want morgen zijn we vrij. Dan gaan we naar de club. Zie je dan. Subscribe. Vergeet sowieso niet. Like. Daar. Subscribe. Of hier. Oh, daar. Subscribe. Like. Check. En I'm out. Zie je de volgende keer. Mooi. Wil je nog wat zeggen? Doei. Goedjes thuis, kusje aan je moeder.